Ga door. Hey! Oh. Yo, het is je boy Easy Man. Jullie kijken weer naar een gloednieuwe video van de Easy Man Ghost Pro. En vandaag ben ik met niemand minder dan... Giovanni Korte. Ja, 25 jaar. Kom uit Den Haag, Wateringseveld. En hier ben ik opgegroeid. En we gaan het even aan. Paradise. Let's go man, bang bang. Ik ben met niemand minder dan Giovanni Korte. En vandaag gaan we eventjes een snelle warming up doen. Even wat trucs laten zien. Ben je ready? Sowieso. Oké, let's go. Ja, zoals je al ziet, we hebben een kleine warming up gedaan. Zijn hier met Gio. En nu gaan we opgelijk naar de eerste challenge. Ja, we zijn aangekomen bij de eerste challenge en dat is natuurlijk de shootout challenge. En voordat we beginnen doen we altijd steen, papier, schaar. Dus kom maar op jongen. Uit. Jij mag het bepalen. Ik begin. Oké, is cool. Oké, Gio begint. Hij heeft 5 pogingen, daarna ik 5, daarna hij weer 5. En dan ik natuurlijk de laatste 5. Dus laat maar zien man. Let's go! Oh, jammer. Mooie actie. Niet vergeten, hij is rechts buiten hè. Pas op. Hey. Bijna, poging nummer 2. Jammer. Hij is super snel man. Oh, jammer. Let's go. Ah, lekker man. Lekker. Ja man, hij heeft eentje gescoord. Deze was wel nice, herhaling sowieso. Videoref voor die, herhaling. Ja! 1-0! 1-0! Hup! Goeie man. Derde poging, easy man. Ja! Ah. Goed verdedigd, nog eentje toch? Ja, we zijn hier met Giovanni Korte vandaag. 3-1 is de tussenstand. Let's go! Zie je? Verkeerde been. Hij had me daar, verkeerde been. Jammer. Man. Oh! Yes! Lege goal! Ja! Lekker man. Oké, 3-3. Ja, die was pittig hoor. Sterk. 4-3 voor Giovanni Korte. Ja, goed zo. Nog steeds 4-3. Lekker. Nog eentje. Gameplan is, ik moet hem ook versnellen man. Maar het is moeilijk toch. Laatste poging.
zie je? Lekker, 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 lekker. De eerste challenge is gewonnen door Giovanni van Korten. Wat vond je ervan? Ja, goed. Ja? Snel. Dus... Ja? Sterk, man. Waar kunnen ze je checken? Giovanni Korten gewoon. Ja? Ja? Giovanni Korten op Insta. Volg deze man, man. Love. Let's go. We zijn bij jou in de buurt. Ik neem aan dat je hier bent opgegroeid. Waar ben je eigenlijk begonnen in je carrière? Ik begon bij Die Hagen. Dat was een jaartje of 6, geloof ik. En toen eigenlijk naar GDA gegaan. De hele jeugd gespeeld. En toen is het heel snel gegaan. Toen vanuit GDA 1 jaartje bij ADO in de A1. Toen gelijk naar het eerste. En een jaartje in Jong gespeeld. Gelijk verhuurd aan Dordt. En ging goed. Daarna ADO. Toen weer een jaartje Dordt. Weer een jaartje ADO. En nu 3 seizoenen NAC. En wat is jouw hoogtepunt tot nu toe? Echt dat je zegt van zo, hey, ja, deze vergeet ik nooit meer. 2 keer de play-offs gewonnen dan. Met 1 keer met FC Dordrecht. Dat was echt, echt niet normaal. Dan toen FC Dordrecht staat normaal bekend als een club die gewoon Jupiler League speelt. Ja. En wij kregen het toe voor elkaar om via de play-offs te promoveren. En toen was er ook een bal. Het was tegen Sparta, de play-off finale. Het was de finale, stond 2-1. De keeper gaat mee. En we waren eigenlijk al zeker dat we door waren. Of dat we zouden promoveren. Maar toch ging de keeper van Sparta nog mee. En er was een bal en de corner en iemand kopte hem weg. En die rolt heel langzaam zo bij de middenlijn. En ik moest hem wel in 1 keer schieten. Dus ik schiet hem zo heel rustig, rolt hij zo het goal in. En dat was eigenlijk de goal naar de Eredivisie. En ik kom nog vaak in Dordrecht en dan hebben nog mensen het er steeds over. Kijk, dat zijn dingen... Ja, dat vergeet je nooit meer. Vergeet je nooit meer, weet je. En dat is natuurlijk wel super mooi. Ja, dat is echt vet, man. Ja. We zijn aangekomen bij de Panna Challenge. De tweede challenge. En natuurlijk is een doelpunt gewoon 1 punt. En een Panna is 2 punten. En wie de meeste scoort, die heeft natuurlijk gewonnen. 3, 2, 1, let's go, let's go. Misluk, video recht. Ja, gaf me akka. Hoi.
laagje dan. Ja. Maar ja, het is moeilijk toch, het is moeilijk. Nee, je hebt het overleefd, Ja, na twee... Easy man, op naar de volgende challenge. De laatste challenge. Let's go. We hebben al twee challenges gedaan. De eerste heeft Giovanni gewonnen en de tweede heb ik gewonnen. Dus ja, wie gaat die laatste winnen, man? Ja, ik ben benieuwd. Ja? Vlammen, ja, ik ook, man. Nu gaat het echt om precisie. Dus ja, wie het meeste de lat raakt, die heeft natuurlijk gewonnen. Let's go! Ja, jij mag beginnen. Ja! Ja! Ja, dat is die challenge toch? Huts! Ja. Het is de één na laatste poging. Dus het staat nu 2-0. Dus ik ben benieuwd. Let's go! Ja! Ja! Ja, dat is hem, hè. Giovanni Korte. Dikke SNM. Giovanni heeft 3 keer de lat geraakt. Dus de druk is heel erg hoog. Maar ja. Presteren onder druk, dat moet gewoon lukken toch? We kunnen niet achterblijven. Easy man. I know. Ja, het staat 3-2 voor Gio. Wie gaat er winnen? Ah, we hebben een winnaar, Gio Korte. Ja, gefeliciteerd man. Ja man, je hebt de easy man verslagen. Oké, we zijn aangekomen bij de bonus. En bij de bonus doen we altijd de fire vragen, oftewel de fire questions. Dus is goed. Grabbelen man. Barca of Real? Real. PSV of Ajax? PSV. Fire questions. ADO Den Haag of FC Dordrecht? ADO Den Haag. Oké. Okay. Ja, dat is een pittige, maar als je moet kiezen. Deze is wel een fire question, ja. Zeker weten. Dordrecht of NAC Breda? NAC Breda. Oké. Een moeilijke toch maar. Stinna Vreven of Mitta van der Gaag? Dan Stinna. Kunstgras of gewoon gras? Kunstgras. Messi of Ronaldo? Ronaldo. En waarom? Ja, ik weet niet man. Gewoon uitstraling en zo. Gewoon laatst scoorde die 3 keer toch in de... Wat was het? In de Champions League. In de Champions League, ja. En ja, ik vind het gewoon mooi, weet je, hoe hij echt de prof is en zo, weet je, vind ik gewoon mooi. Tuurlijk, Messi, ja, is natuurlijk, vind ik qua voetbal sowieso beter. Maar dat is natuurlijk gewoon puur voetbal. Maar ja, qua uitstraling en zo vind ik gewoon Ronaldo gewoon wat mooier. Oké, cool. The last but not least. De keukenkampioen divisie met NAC of de eredivisie met Willem II? Keukenkampioen divisie met NAC. Oké. Hey, sterk, ja, sterk. Ja, lekker man. Sterk, dit waren de fire vragen. En dikke SO naar jou, ja, man. Ik heb nog een kleine verrassing voor jou. Omdat je natuurlijk mij hebt verslagen met de challenges.
heb ik hier zo'n klein cadeautje. Ja, kijk eens, top man. Dus dikke SO naar jou. Ja, thanks. Ik hoop dat ze hier passen. Ja, dankjewel. En wat we nog altijd doen is dat we iemand op de spot zetten. En we gaan jou nu vragen van ja, welke vriend of welke collega van jou, wie jij denkt van oké, easy man. Hem wil ik dat je echt een panna geeft. Alle hoeken van het veld laten zien. Daar heb ik echt een topper voor je. Dat is Mounir El Alouchi. Hij komt uit Roosendaal. Oké, cool. Die zit altijd een beetje te kutten met dat hij technisch is en zo. Ja. Weet je, altijd panna's uitdelen op training. Ja. Ik vind dat hij wel echt een pannaatje verdient. Echt van mij ook. En waar speelt hij nu? Hij speelt bij NAC ook. Oké, cool. Hij is echt misschien heb je zijn nummer of zo? Ja, ja. Dan kunnen we hem ook even bellen, toch? Nee, maar neem niet op. We hebben je net gebeld, je nam niet op. Je had een appje gestuurd van dat je druk bent, we begrijpen het. Maar ik ga je straks contact nemen bij hem. En dan gaan we het fixen, man. Is goed, cool. Man. Ja, thanks. Thanks, man. Is goed, man. Mounir El Alouchi. Beware. We komen voor jou.